geweldig leuk dat ik hier mag staan. Ik heb zo vaak gezeten waar u zit. En nu mag ik hier staan. En inderdaad, ik ben geboren getuige Leijenaar. Kun je het horen dan? En ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om te kunnen zeggen, ik ben geboren en getogen in Leiden. Heel vaak moet je dat invullen. Ik weet niet of het hoe het u overkomt, maar ik vind het opvallend hoe vaak je eigenlijk moet aangeven wanneer je bent geboren en waar. En dat verandert ook niet. Je adres verandert nog wel eens, je telefoonnummer verandert nog wel eens, maar wanneer je bent geboren en waar niet. En ik vind het dan leuk dat ik mag invullen Leiden. Dan denkt u misschien, ja, maar dat hebben de meeste mensen die ergens zijn geboren. Nee, dat is niet zo. Ik heb een jaargenootje van mij, van mijn studie, die is geboren in Ermelo. En die vindt het helemaal niet leuk dat dat in zijn paspoort staat. En die vindt het ook heel vervelend dat hij dat steeds overal in moet vullen. Hij was nog peuter en toen zijn ze verhuisd naar Maastricht. Dus als je aan hem vraagt waar kom je vandaan, dan zal hij eerder zeggen Maastricht. En pas totdat hij mijn moeder tegenkwam, had hij nooit iemand ontmoet die er trots op was dat hij of zij uit Ermelo kwam. Mijn moeder komt namelijk ook uit Ermelo. Mijn moeder is ook hier. Want mijn moeder woont al heel lang in Leiden. Stad van ontdekkingen. Ik heb Leiden ontdekt in 1968. Ik kan niet meteen zeggen dat ik er nou nog heel veel herinneringen bij heb. Maar toen werd ik geboren. Op 15 juli. Dat is een bijzondere datum in Leiden. Maar toen werd hij ook geboren. Niet in 1968, maar wel op 15 juli. En dat is iets waar je ook trots op kan zijn. Dat je er trots op bent dat wat die stad allemaal heeft gebracht. Ik heb in Amsterdam als wethouder de portefeuille City Marketing gehad. Dat was dan bij Economische Zaken. En in Den Haag ook. En inderdaad, het werd net al gezegd, in de tussentijd werkte ik bij Berenschot en eigenlijk was dat alleen maar zodat ik het rapport voor Leiden kon schrijven. Ja, namelijk in 2005 hield het in Amsterdam op en in 2006 begon het in Den Haag. En in de tussentijd heb ik precies één rapport geschreven. Voor Leiden. En toen heb ik Leiden weer herontdekt. En heb ik ook mijn trots weer herontdekt op die stad. Als je in Amsterdam rondloopt en mensen zijn aan het klagen over hun stad, en daar zijn Amsterdammers heel goed in, dan als je dan op een gegeven moment zegt, nou ja, je hebt gelijk, het is een rotstad, dan zeggen ze, en waar kom jij vandaan? Dan zeg ik, uit Leiden. En dan zeggen zij, dan ben je een boer. Dat vindt verder niemand hier natuurlijk. Maar in Amsterdam vinden ze alles wat van buiten Amsterdam komt, dat zijn boeren. In Rotterdam kunnen ze ook heel goed klagen over hun stad. Maar ook daar heb je die stadstrots. Want als je een Rotterdammer gelijk gaat geven en je zegt, nou je hebt gelijk, het is een rotstad, dan zegt hij, het is misschien een rotstad, maar het is wel mijn rotstad. In Den Haag lag dat iets anders. In Den Haag kwam ik aan en ik ontdekte dat ze ook daar heel goed kunnen klagen over hun stad. Maar op het moment dat ik daar zei, nou ja, je hebt gelijk, het is een rotstad. Dan zei ze, dat zeg ik toch net? Vond ik raar. Vond ik raar. En die stadstrots, dat is wel waar het allemaal mee begint volgens mij. Want het is namelijk prettig als je kan zeggen, ik woon prettig in een stad. Ik werk prettig in een stad. En dat je het ook leuk vindt om mensen uit te nodigen om naar je stad te komen. En daarom bij City Marketing, waar ik inmiddels een bedrijf in heb, maar wat ik dus voor Amsterdam en Den Haag heb mogen doen en in Leiden mijn bijdrage heb mogen leveren, heb je altijd drie doelgroepen. De bewoners, de bedrijven en de bezoekers.
En je kunt dat nog een beetje uitsplitsen. Je kan namelijk nog zeggen de huidige bewoners, maar ook toekomstige bewoners. De huidige bedrijven en de toekomstige bedrijven. En huidige bezoekers, toekomstige bezoekers, maar ook wel zij die zakelijk komen, bijvoorbeeld voor congressen, en zij die op vakantie komen. En dan denk ik, dan heeft Leiden heel veel te bieden. Want in 1968 zou ik thuis geboren worden. Dat liep niet helemaal goed. Dus bijna werd ik in de Simca 1100 geboren. Op weg naar het diaconessenhuis. Maar dat was niet zo ver bij ons vandaan. Want het ouderlijk huis stond namelijk in het houtkwartier. En als je daar aan terugdenkt en je denkt van wat mooi en wat fijn dat je daar bent opgegroeid. En ik zie dat mijn moeder daar nu nog steeds met zoveel plezier woont. Dan denk ik, wat is dan je droom? Je droom is dat altijd zo blijft. Dat het zo'n heerlijke stad blijft. Dat iedereen koestert dat hij woont en werkt in Leiden. En dat die mensen uitnodigt om te laten komen kijken. En het grappige is dat als je niet meer elke dag in de stad loopt, en zoals ik af en toe de stad mag herontdekken, dat je trots dan opeens ook weer wakker maakt. En ik vind dat leuk. Dus ja, mijn droom voor de toekomst is dat die bewoners die er nu zijn, en die toekomstige bewoners, en die bedrijven die er nu zijn, en die toekomstige bedrijven, dat die net zo hard van Leiden kunnen gaan genieten als dat u dat nu doet. En dat u dus eigenlijk voorzichtig omgaat met deze mooie stad. En dan weet ik het wel. Dan zeggen sommige mensen, ja, maar we moeten ook vooruit. Ja. Zeker, altijd. Achteruit is nooit een optie. Maar voorzichtig zijn. En met voorzichtig bedoel ik geen al te gekke, massale plannen die er nodig zijn. Maar vooral koesteren wat je hebt en dat dan ook inzetten. Want daar zijn echt nog wel een paar stappen op te maken. Ik denk namelijk dat het uitdragen van wat Leiden allemaal te bieden heeft en het uitdragen van die stadstrots, dat nog wel wat beter kan. En in de visie die we in de tijd hebben geschreven, daarvan weet ik nog dat ik op een gegeven moment een interview had met de directeur van het Museum van Volkenkunde, Steven. En ik weet nog dat we zaten op zijn kamer en er hingen allemaal affiches met allemaal prachtige tentoonstellingen, waarvan ik sommige had gezien, maar sommige ook niet. En ik zei, dat is mooi zeg, goh, interessant. Mooi affiche ook. Bij jou in het museum, hè? Ja, zegt hij, staat er toch op. Museum van Volkenkunde. Ik zei, oh ja. Ik zeg, en waar staat dat museum eigenlijk? En hij kijkt me aan. En hij kijkt dus naar een ander affiche. En hij zegt, dat is stom. Soms is het heel simpel. Maar ik heb toen gezegd, als nou elk museum, of het nou Naturalis is, of Oudheden, volgens mij is dat een teken dat ik zo ga ophouden. Is dat zo? Of niet? Ja, denk het wel. Daar ben je. Wat gaat het snel, 9 minuten. Een geleend telefoontje, dames en heren. Ja, notabene. Nog één ding, als ik nog één zin mag zeggen. Die stadstrots, soms is het vrij simpel. Als elk museum, of het nou Uitheden, Volkenkunde, Naturalis is, als die elke keer vertelt, en dat gebeurt in Leiden, en elke organisatie doet dat ook, en elk museum doet dat ook, moet je eens kijken hoe vaak Leiden dan wordt genoemd. En u bent als inwoners de allerbelangrijkste ambassadeurs van de stad. En mijn droom is dat u dat blijft. En dat ik dan elke keer voor korte, of misschien ooit wel weer voor langere tijd, terug mag komen naar mijn Leiden.
Dank u wel.